ik ben Elis, kinderburgemeester van gemeente Stichtse Vecht. En ik wil samen met mijn kinderadviseurs een oproep doen aan alle groep 8 in gemeente Stichtse Vecht. Om mee te denken met ons om een plan te verzinnen om de omgeving rondom jullie scholen nog duurzamer te maken. Je kan bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van bijen- of insectenhotels, een watertapput bij een centrale speelplaats, of misschien wel het plaatsen van een boom bij het schoolplein. En wist je dat het winnende plan door de gemeente uitgevoerd gaat worden? Scholen kunnen het plan tot 14 april 2023 indienen. Een jury zal daarna het winnende plan uitkiezen. Denken jullie met ons mee?